Zo, hallo dan. Ik dacht ik ga spontaan even live met mijn planner. Volgens mij ging er vandaag verder niemand online en niemand live. Dus ik dacht dat is leuk. Ik ben benieuwd hoeveel mensen op deze zondagavond meekijken. Maar dan gaan we vanzelf zien. Ik dacht, volgens mij is het wel weer tof om live te gaan, want deze planner zit inmiddels alweer vol. Je kan het al wel zien. Ik heb de vakantiefoto's erin verwerkt en daardoor was die toch alweer vrij snel vol. Ik heb hem tussen mijn weekly. Dankjewel, Miranda. Ik heb hem tussen mijn weekly, tussen de. Zeg ik dat goed? 52 weeks of journaling tussenin gedaan. Ik weet dat Charlene een aparte planner heeft. En ik dacht, volgens mij is het wel. Ik dacht, ga ik een aparte planner doen voor al mijn vakantiefoto's? Of ga ik er gewoon tussendoor fietsen? En ik koos voor het tussendoor. Dus ik ga jullie deze planner laten zien. De voorkant hebben jullie waarschijnlijk al in de groep gezien. Ik heb daar papier overheen gedaan. Ik heb de shaker daar op gemaakt. En mijn stempel gebruikt. Een bloem van. Hij is alweer een beetje verfrommeld door het gebruik natuurlijk. Een bloem van 49er Market. Die vind ik ook echt heel erg tof, die bloemen. Ik heb er nog veel te veel op voorraad liggen. Daar zijn deze stengeltjes ook van en deze groene blaadjes ook. Een uitgestanste koraal uit wit papier. Dat vond ik mooi op deze planner. En ik heb natuurlijk mijn Ik met Liefde logo erop verwerkt. Zo. De eerste pagina heb ik ook weer een van mijn stempels verwerkt. Een fotootje, want er zullen toch veel van mijn jongens in komen. Veel foto's van mijn jongens in de journal. Dus die heb ik ook op het dashboard verwerkt. Ik heb de 52 weeks of journaling daarop gedaan. En vond dat een leuke, leuke dat je weet wat ik hierin verwerk. Tussendoor. Het kan zijn dat, want de jongens zijn net aan het fietsen, maar het kan zijn dat ze weer terugkomen. Dus dan weet je zeker dat dit live is. Ik heb hier, hoe heb ik het logo erop gemaakt? Dat heb ik met de Posca-penner gedaan. Dus gewoon een acrylmarker. Ik zag dat er van Studio Light ook acrylmarkers nu zijn. Daarmee kun je prima hier op de buitenkant van je kaft of de binnenkant van je kaft teksten verwerken. In dit geval mijn logo. Maar ook prima andere teksten kun je daarop schrijven. Natuurlijk hier weer een van mijn stempels weer verwerkt. Dezelfde als hier voorop. En dan heb ik hier gewoon mouwtjes aangemaakt aan aan dit vrouwtje. De vleugeltjes van Tim Holtz. Die heb ik hier ook opgeplakt. Superleuk, die vleugeltjes. Dit was, ik weet niet meer precies welke thema's het zijn. Volgens mij was het zon, omdat ik hier Studio Light bloemen als zon heb verwerkt. Foto's van mijn jongens erin verwerkt van die week. Ik moet hier nog tekst op schrijven, heb ik nog niet gedaan. Ik denk haast dat ik dat, dat ik dat ook niet meer ga doen. Ik moet denk ik heel even zeggen dat ik live ben, want ze hebben het niet door. Ja, ik heb het wel gekopieerd. Jongens? Jongens? Ja, ik ben live. Maakt niet uit. Dan weten ze het. Het is echt live. Ik weet niet. Nou weet ik dus niet meer waar ik was. Maar goed, netjes zelf geschreven. Ja, ik heb het eerst. Ik heb mijn logo ernaast gehouden. Je kunt natuurlijk met. Ik ben de naam kwijt. Van het overtrekpapier, carbonpapier, dat bedoel ik. Daar kun je natuurlijk iets uitprinten. Je carbonpapier eronder leggen. En daar overheen overtrekken. Zodat je de lijnen eronder hebt staan. En dan hoef je alleen dit nog maar
in te kleuren, zeg maar. Dus zo kun je dat soort dingen ook heel netjes een soort van kopiëren op je journal. Want dit is best wel definitief. Dus het is best wel. Het is wel tof als je dat netjes hebt, natuurlijk. Dus zo kun je dat doen. Takjes met bloemen natuurlijk weer. Dat vind ik helemaal leuk om te verwerken. En dit zijn best wel zonnige bloemen, dus die heb ik daar ook op verwerkt. De thema's weet ik dus echt niet meer. Volgens mij ik denk aan dat het iets met vlinders is geweest. Want ik heb hier vlinders van de schutmateriaal in het haar geplakt. Ik heb hier een vlinder bij geplakt van Prima Marketing. Die had ik nog in mijn voorraadkast liggen. Natuurlijk weer een van de stempels met de vleugels daarbij. En hier was ik, hierboven in mijn atelier, was ik samen met een van de jongens aan het schilderen. Die had toen de fase dat we Cars-auto's gingen, dan gingen we ze overschilderen, primen. En dan gingen we nieuwe Cars-auto's van maken. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal leuk. Deze pagina heb ik een foto. Toen was het nog heel erg warm. Dat was een van de hittegolven uit het jaar. Dus het is een foto van de jongens in het zwembad. En dit is het afscheidscadeautje wat hij had gemaakt voor alle juffen. En toen ook voor alle kinderen. Met het schrinkplastic. Op deze heeft hij zijn naam geschreven, de oudste. En op deze heeft hij de visjes gestempeld en daarna met stiften ingekleurd. Ik heb ze samen verzameld en aan een hangertje gehangen. En dat weer in dit geval aan een filmstrip geklipt. En wat ik dus heel leuk vind, is dit soort dingen. Dus ik scheur hem dan half af, of de pagina was al half afgescheurd. En zo zie je dus nog iets van hieronder, zie je weer op deze pagina terug. Dit is een van de stansen uit Elizabeth Craft's Planner Essentials Line. En die heb ik hier weer opverwerkt. Daar komen trouwens ook nieuwe stansen van uit, hè, en een nieuwe planner. Dus het is goed dat deze vol is. Nee, ik heb dan eerst nog de groene en daarna ga ik waarschijnlijk in de blauwe. Want die komt uit. En daarna dacht ik. Die gele vind ik namelijk ook heel erg cool. Dus daarna wordt het waarschijnlijk de gele. Het envelopje. Dit is een envelopje had ik van Celine gekregen. We doen nog wel eens van die leuke cadeautjes elkaar heen en weer geven. Van een soort van happy mail. En dan live, zeg maar. En die heb ik dus in mijn planner verwerkt met stickertjes die ze erbij gaf. Foto's van de jongens heb ik er weer in verwerkt. Een takje met embossingpoeder. Die had zij erop gemaakt. En een superleuk idee. Gewoon takjes uitstansen in de Versamark stempelen. En dan met je embossingpoeder eroverheen strooien. De achtergrond is een pagina van AB Studio. Ook heel erg leuk. De envelop. Oh ja, deze heb ik van Zuster Glimlach, kreeg ik de envelop. En daar heb ik ook de foto's van de workshop in Helmond bij ingestopt. En hier kun je dus de. En toen wisten we al dat er een gele planner aankwam. En Celine had hem stiekem al. Dus dan hebben we een van de schrinky-dinky, want ik heb dat toen ook heel veel gemaakt met mijn eigen stempels. En dan de Copic markers of de Winsor & Newton Pro markers, in ieder geval alcohol markers. En dan kun je dus heel tof je eigen hangers maken. En toen hebben we daar een foto van gemaakt. Foto's van mijn zusje, die toen weer voor het paar weken in Nederland was. Daar is deze foto ook van. De hartjes van Studio Light. Die heb ik daar. Die komen dan uit de hartjesstans. Volgens mij zijn deze twee los. Dus die kun je dan leuk weer verwerken op je pagina. Deze heb ik een keer live met jullie gemaakt. Met de caravan erop. Toen dacht ik dat we in week 30 inderdaad op vakantie gingen. Dat duurde nog even. Maar superleuke pagina geworden. Hierachter heb ik de foto's van de workshop, de Wrapped Watercolor Journal. Volgens mij was dit de laatste voor de vakantie in juli. Nou, dat vind ik dan leuk om die foto's daarop te verwerken.
of in mijn plannen te verwerken. Superleuke dingen om te onthouden en om naar terug te kijken. Hier achter de raampjes heb ik de foto's die we met, nou ja, met mijn zusje en de jongens maakten. Die heb ik hier achter gestoken, want dit zit los. Aan deze rand heb ik hem vastgeplakt en hierachter is die verder los. Dus kun je hier gewoon foto's achter stoppen. En dan heb ik van die mini collage sheets gemaakt. En die kun je dan zo heel voorzichtig hier achter schuiven. Dan heb ik deze pagina. Ook met AB Studio papier. Hier heb ik dat uitgestanst met, destijds toen nieuwe stansen van Studio Light. Deze vond ik super leuk om gewoon als banner zeg maar, over je pagina heen te maken. En dit is een lift van Edith. Dat vond ik dus heel erg leuk om dat af en toe eens. Om af en toe eens te gaan doen. En zij had ook de hexagonnetjes gebruikt. En zo heb ik die ook weer verwerkt op mijn pagina. Mijn eigen stempel natuurlijk. Die vond ik weer heel erg leuk om hierop te verwerken. Dit was van de baby shower van mijn schoonzusje. Dus daar past deze stempel natuurlijk weer heel erg leuk bij. Een foto nog van Boas en zijn oude juffen heb ik hier ook nog opgeplakt. Zo verwerk ik de foto's van die weken in mijn journal. En het kan dus best zijn dat week 31 hij geen afscheid daarvan van nam. Maar dat ik die foto nog wel leuk vind om daarbij te verwerken. Dus verwerk ik niet de foto's helemaal chronologisch in mijn planner. Deze pagina, dit is dus een beetje het scrapbook-idee. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om een beetje erin te gaan verwerken. Dus een beetje, volgens mij noem je dit matten of zo. Met die stukjes zo eronder leggen. En dan nou ja, eigenlijk een soort van laagjes over elkaar heen bouwen. En deze foto vond ik natuurlijk super leuk om daarin te verwerken. Een zakje van Studio Light uit notenpapier. En zo krijg je weer heel erg leuk je diepte en je elementen erop. Dit is, is ook van Studio Light, maar uit kalkpapier. Oh, ik zie al dat deze nog los ligt. Die had ik nog vast moeten plakken. Maar dit is uit kalkpapier gestanst of vellum. En zo krijg je een beetje een transparant effect door je pagina heen. De ondergrond heb ik gemaakt met modeling paste. En daaroverheen heb ik de sparks. Hoe noem je dat? Gesmeerd. Nee, daar heb ik met een kwastje heb ik de modeling paste aangezet met de sparks. Zo krijg je, dan ligt het er nog wat meer bovenop. En ik vond het mooi terugkomen met het geëmboste elementje. Dat heb ik ook weer hier terug laten komen. Het geëmboste. Papier elementjes, uitgestanste elementjes. De hexagonnetjes vond ik ook wel weer leuk om weer terug te laten komen. Volgens mij heb ik deze ook live in de groep gemaakt met jullie. Het houtvineer heb ik een takje van onder gestopt. Zo krijg je nog wat meer de meer structuren op één pagina. En ik heb nog een keer de doily-stans. En ik zag van de week dat dit de eerste, die doily-stans van Studio Light, de eerste stances die hun hebben gemaakt, de eerste die. Dat is dus wel echt, en het is echt een van mijn favorieten deze, want ik vind hem echt heel erg mooi gedetailleerd. Hij is wel wat lastiger om er weer uit te halen, maar nee, ik ben echt wel een beetje verliefd op deze, op die stans. Dus voor mij mogen ze hem wel weer terug laten komen, maar daar ga ik niet over. Dit is een grote tag die ik heb uitgestanst van de Elizabeth Craftline. En dit zijn de reinforcers. Heel erg leuk om een beetje nog iets meer sfeer aan je pagina toe te voegen. En hier heb ik ook weer gewerkt met die karretjes. En dan weer een beetje die elementjes over elkaar heen. Dus hier een vierkante en een beetje zo'n vierkant kare hier onderdoor laten steken. Wat van het tulle. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar hier zit tulle onder. En daaroverheen het zeepaadje. Dit is ijzerdraad. Dat was eerst in zo'n rondje bij elkaar, een soort van spiraal, zeg maar. Maar dan heb ik hem uit elkaar getrokken en plat gemaakt, zodat hij netjes in mijn
plannen verwerkt kon worden. Een uitgestanste tekst en een takje. En dit keer koos ik er dan voor om een wit te laten, zodat dat mooi in de pagina weer verwerkt kon worden. Even kijken wat jullie ondertussen. Van Femke, toch die lift? Ja, dat klopt, van Femke. Ja. En als je dus iets lift van iemand, is het dus tof om, om diegene even te noemen in je lift. Deze pagina heb ik gemaakt. Ben ik eigenlijk weer een beetje zoals wat we eerder ook deden. Eerst modeling paste. Deze heb ik bij, bij Edith gemaakt. Eerst modeling paste. Daarna dat laten drogen. Daarna de watercolor eroverheen gezet. Papierstukjes gescheurd. En dat er weer overheen gedaan. En dit papier, ik weet niet wat het, wat het voor papier was. Het lijkt een beetje op heel oud bakpapier. Maar dan wel het lijkt een beetje op dat dit wat meer verouderd is. Dat zat bij Edith in haar bak. Ja, en dat vond ik leuk. Dus dat heb ik eruit gehaald. Heb ik op deze maat gemaakt. En teksten eroverheen geplakt. Deze foto vond ik echt heel erg leuk. Dat was dat hij als eerste in de kinderstoel zat. En dat vond hij helemaal leuk. Dat zie je wel aan zijn hoofdje. En hij had 5 tanden. Of hij heeft er nu al 6, maar hij had er toen 5. Dus dat heb ik, dat vond ik dan wel leuk om hieronder als tekst neer te zetten. Dus die heb ik hierop verwerkt. Dit is het hekje, zeg maar. Of hoe noem je dat? Waar je die tags in kunt steken. Uit de Elizabeth Craftline. Een tag daar ingestoken. Wat een ticket uitgestanst. Volgens mij komen die allemaal uit de Elizabeth Craftline. Daar wat van die bloemetjes opgeplakt, zodat dat nu mooi erbovenuit steekt. Bloemetjes zijn ook van Prima Marketing. En dan heb je weer de uitgestanste takjes. En dingetjes. Deze heb ik gekleurd met watercolor en deze weer niet. Dit is ook weer een detail uit Elizabeth Craftline. Dan is hier de vakantiefoto's. Die heb ik dus vanaf hier ben ik die er ongeveer aan het in verwerken. Hier heb ik op de ondergrond gewoon weer modeling paste gebruikt. Heb ik een wat meer structuur pasta gebruikt. En daar heb ik weer de watercolor overheen gezet. Dit was de foto dat we aankwamen. Toen regende het nog een beetje. Eigenlijk 3 sputters en wouden ze graag een regenjas aan. En dat de tafel stond nog buiten op het grasveld. Maar dat vond ik super leuk om erin te verwerken. Dus deze pagina's heb ik ook op de camping verwerkt. Een takje van de... eigenlijk is het een dennenboom, maar dat kan hier prima bij. Een filmstrip. Hier heb ik ook weer een kalktakje in verwerkt. Een zakje. Dat is ook altijd leuk als je nog extra foto's hebt die erin moeten komen zitten. Dus dan kun je die heel makkelijk hier in verwerken. En dat hier een langere foto. En dan heb je weer zo'n nieuwe reinforcer. Deze hebben jullie als sneak gezien. Op een pocket. En superleuk. Dit is dan de tag met transparante folie. Die kreeg ik van Charlene. En daar achterop heb ik nog wat foto's verwerkt van de vakantie. Uitgestanste elementjes. En dat geldt ook voor hier. Op de tag heb ik nog weer een klein envelopje met een briefje erin. Foto's van de vakantie toen we naar het bos gingen. De uitgeknippen elementjes van AB Studio erop verwerkt. En zo maak je dus superleuke pagina's. Zo'n pocket met zo'n transparante sheet erin als tag. Heel erg leuk. Deze heb ik op de achterkant gemaakt. Heb ik eerst deze kant gemaakt. Dat is een lift van, of eigenlijk een Draw It Your Style van Malou. Deze is van... Moet ik het wel goed zeggen? Pakal Art.
Ja, ik herken het aan die bloemen met goud. Zij doet veel met bloemen met goud. En soms dan gooien mensen Draw It Your Styles online. En dan mag je die legaal gaan namaken. En dat vond ik heel erg leuk om deze na te maken. Dus dat heb ik gedaan. En achterop die pagina, want anders blijft die natuurlijk heel erg wit, verwerkte ik weer. Die heb ik in de vakantie gemaakt. Dus daar verwerkte ik ook weer foto's van de vakantie op. Uitgestanst gras, omdat als we bij de camping aankwamen, had je gras met een beetje tarwe riet aan de achtergrond, aan de achterkant, zeg maar. En daarom heb ik ook die gele hartjes er tussendoor gedaan. En ze hadden daar roze bloemen aan het begin staan. Kleine roze bloemetjes. En daarom heb ik die ook weer hier tussen verwerkt. Ik heb labels, die had ik al uitgeknipt. En die heb ik hier op de achtergrond geplakt met het cameraatje erbij, want ik heb veel foto's hierin verwerkt. Die kaders daar als wat extra elementjes daar overheen geplakt. En hier een uitgestanst takje. Nou, die had ik net laten zien. Even kijken hoor. Die pocket is gaaf, ja hè. Ja, die details. Ja, ik had gewoon van tevoren heel veel van die dingen uitgestanst. Of heel veel. Ik had niet al te veel dingetjes uitgestanst. Omdat ik dacht, ik wil het niet helemaal. Nou ja, je stanst altijd te veel dingetjes uit. En ik dacht, als ik nu nou niet te veel doe, dan kan ik het misschien allemaal verwerken. Maar alsnog had ik veel te veel uitgestanst. Dus ik had een bakje met verschillende, zo'n gereedschapsbakje waar je schroeven in verzamelt, zeg maar. En zo'n bakje had ik allemaal elementjes in uitgestanst. En daar werkte ik dan mee op vakantie. Deze pagina heb ik ook bij Edith gemaakt. Daar heb ik met het sjabloon van Femke, de visjes. Uitgestanst honingraadje, collage sheet. Met wat van die elementjes uitgescheurde papier. Jute op de achtergrond. Zo krijg je ook wat meer je structuren in je pagina. Dus, en dit is dan weer een foto. Dit was niet van onze vakantie, maar van daarvoor. En die heb ik dan toch. Die zat er al in en daar heb ik daarvoor de vakantiefoto's gedaan. En deze tussendoor, omdat ik deze kleuren mooi bij elkaar vond matchen. En dit kwam dan ook weer mooi uit. Een layout, dat is dus meer het scrapbook-idee. Watercolor vlekken op de ondergrond. De kaders aan de zijkant. Één foto die je uitlicht. Ik heb hier kant op de zijkant gebruikt, uitgestanste elementjes. En je ziet dus dat dit van de andere kant er doorheen of er langsheen komt. En daar werk ik dan mee. Dus ik vond dit dan mooi om het te laten overlappen, zodat dit uitstekende papier weer matcht met deze pagina. En hier heb ik een kader. Dit komt ook uit Elizabeth Craft. Moet ik de label stansen en die kun je dan eronder schuiven en daar als elementje hierbij gebruiken. Hier heb ik weer een pocket stans en dat is uit AB Studio Lijn, de nieuwe Rustic Journey is dit volgens mij. Super mooie lijn om daar die pocket stansen mee of die pockets mee te maken. Takjes uitgestanst met watercolor overheen gedaan en dat dan weer hier opgeplakt. Dan heb ik hier de insert gemaakt en dan gingen we naar de dierentuin. Eigenlijk is eerst deze achter deze kant en dan kijk je eigenlijk deze kant, maar dat vind ik geen probleem. Ik heb een collage gemaakt. Ik heb één foto hier uitgelicht eigenlijk. En die andere foto's zijn ook super leuk natuurlijk. Maar door zo'n kader eromheen te zetten, licht je eigenlijk één foto net iets meer uit. Hier heb ik wat metallic verf. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Opgebruikt. En dat vond ik dan wel leuk, omdat het een vrij zonnige dag was. Leuk om te gebruiken. En een leeuwtje, omdat het was natuurlijk in de dierentuin. En daar zien we leeuwen. Normaal ben ik niet zo van dit soort stansen, maar voor een keertje vond ik dat eigenlijk wel grappig. En ik zag Lisanne het laatst maken en dat is toch wel heel erg leuk.
Nou, dan heb je deze. Dat was inderdaad in Wildlands. Ik heb het paspoort gebruikt wat de jongens, waar ze dan stempels in moesten verzamelen. En daar kregen ze dan een diploma voor aan het einde. En dat paspoort heb ik dan weer de voorkant van gebruikt. En daar ben ik begonnen met de collage overheen te plakken. Het stukje kraftpapier. En die zit eigenlijk maar tot hier, omdat ik had de collage sheet er al opgeplakt. En daarna pas de kraftkarton, kleine stukjes eronder geschoven. En hier heb ik ook weer dat kader eromheen geplakt, met daar weer leuke elementjes. Hier zit dan wel een foto onder verschoven, zeg maar. In dit geval vond ik dat niet erg, want het was alleen maar van bloemen. Je kunt natuurlijk ook, als je je collage zelf maakt, ervoor kiezen om deze foto van tevoren al weg te laten. De hartjes heb ik terug laten komen. Het cameraatje. En daar heb ik op kraftpapier, of nee, op designpapier uitgestanst. En als je daar met metallic watercolor overheen gaat, krijg je dus een glans eroverheen. Kijken dat ik niet alle elementjes er weer afschuif als ik mijn pocket erin schuif. Hier heb ik een stans gebruikt en daar heb ik met Nuvo Glitter Paste weer. Die was toen net nieuw, dus die heb ik nog net voor de vakantie snel opgehaald. Het is een soort van turquoise Nuvo glitterpasta. En daar heb ik de puntjes mee aangezet. Heel erg mooie pasta. Hij droogt ook erg mooi op van kleur. Erg blij mee dat ik die nog snel even voor de vakantie heb meegenomen. Snel nog heb opgehaald bij Hobby Vision. En hier heb ik een wit envelopje met van die leuke elementjes erin. Een takje en bloemetjes vanuit AB Studio papier. Uitgestanste takjes en een puzzelstukje. De ene geeft dan wel weer kleur met watercolor en de andere niet. Deze pagina, dit was, ik heb vrij veel foto's in de dierentuin gemaakt. Dus deze foto's zijn ook nog van de dierentuin. En hier koos ik ervoor om eigenlijk veel bloemetjes terug te laten komen. Dus uitgestanste blaadjes, bloemetjes, uitgeknipt veertje. Want in de dierentuin vind je natuurlijk best wel veel veertjes van dieren. De uitgestanste tekst eroverheen. De hartjes uit kalkpapier van Studio Light. Een zwarte, dat is dus ook wel heel erg tof om te doen. De zwarte elementen toevoegen. Hierdoor krijg je best wel een toffe balans in je pagina. Dus dat is ook een aanrader om gewoon elementjes uit zwart papier te stansen. Hier heb ik dat ook weer gedaan met een foto uitlichten uit een collage. En hier staan ze dan alle vier de mannen op. En dat vond ik dan erg leuk om die weer uit te lichten. De hartjes van Crealize is ook wel een favorietje bij mij. En de Reinforcers uit het papier van Art by Malie. Erg leuk als je een wat kleurige elementjes wil toevoegen aan je pagina. Dan is dat wel erg leuk papier. Oh ja, dit was de challenge van Charlene, Draw It Your Style Challenge. En deze heeft, dat was met zonnebril. En ik vond het wel leuk om mijzelf met zonnebril te maken. Dus ze lijkt wel een beetje op mij. Met zonnebril, sproetjes erop. Ik hoop dat je dat een beetje kunt zien. Ik denk het haast wel. En we hadden niet zo zonnig weer dat we in de bikini voor de caravan zaten. Dus ik gaf mezelf gewoon een t-shirt aan. Deze pagina hebben jullie volgens mij afgelopen week heb ik hem volgens mij in de groep gedeeld. Nou, eigenlijk heel veel elementjes wat je erop kunt verwerken. Zo'n hekje, ik noem het maar een hekje, maar volgens mij heet het anders. Waar ik dan een envelopje een beetje in heb gestoken. Een van de uitknip-elementjes van AB Studio heb ik erachter geplakt. Een labeltje. En deze is met frantage en bossingpoeder. Op dezelfde manier als je uitgestanste takjes. Je stempelt hem op je Versamark. Strooit er je frantage overheen. Verhit hem. En dan heb je deze
toffe elementjes. Uitgestanste golfjes. Die zijn van, volgens mij uit mijn hoofd, van Noor en zo. Uit zilverpapier of uit spiegelpapier. Hoe je het ook precies wil noemen. Heel erg leuk om toe te voegen aan je pagina. Helemaal als je van een beetje glitter houdt. En met golfjes is dat natuurlijk heel erg leuk. Dat die een beetje glimt op je pagina. Deze heb ik wel weer met watercolor bewerkt. En vond ik leuk dat het een beetje lijkt alsof het een regenachtige stans is. En ik heb weer de foto's als collagestrips hier in verwerkt. Een stukje kraftkarton. En het kan altijd nog zijn dat je hier dan, als je dit te leeg vindt, dat je hier nog een mooie tekst op verwerkt. Dit is alweer de laatste pagina van deze planner. Dit is die van Malou. De challenge met het vosje op haar hoofd. Ook op de vakantie schijnbaar heb ik dan tijd om vrouwtjes weer te tekenen en te watercoloren. Dat vind ik dus echt wel heel erg leuk om te doen. En ik had daar nu even tijd voor om dit vrouwtje te maken. Ook een Draw It Your Style. Superleuk, die Draw It Your Style challenges. Als je niet weet wat je wil tekenen of in wat voor thema, dan is dat best leuk om eens op te gaan zoeken. Uitgestanste elementjes. Een veertje uit de Jane Davenport. De nieuwe stans van Jane Davenport. Deze is gewatercolored. Collage gemaakt en dan gescheurd. Ik denk aan dat het ook een uitknip element was van AP Studio. Heb ik een beetje zeg maar zo heen en weer getrokken. Zodat dat een beetje ouder eruit ziet. En daar heb ik ook weer die uitgelichte kader overheen gedaan. Dus dat was dat is mijn laatste pagina. Niet de laatste, zeg maar, dit zijn niet de laatste foto's. Zeg maar, dit zijn ook niet de enigste foto's van de vakantie. Ik heb er nog meer. Maar daar moet ik mijn nieuwe planner voor gaan gebruiken. Want deze zit echt al wel, doordat ik een aantal pagina's heb gemaakt met veel elementjes erop, is die wat dikker geworden. Dus kunnen er wat minder pagina's in de planner. Maar ja, nu zijn er toch zoveel leuke nieuwe planners uitgekomen in mooie kleuren, dat een nieuwe planner ook niet zo heel erg is. Dus ik ga verder in mijn groene. En ik zag dat Esther zelf had plannen ook geschilderd aan de buitenkant. Dus dat is ook nog een idee. Stel dat je een groene hebt of de groene kleur, want ik vond hem best wel heftig, de groene kleur. Dan zou je hem dus ook nog kunnen bewerken met acrylverf. Dus dat, misschien ga ik dat ook nog wel doen. Voor nu was dit mijn flip-through. En nou ja, mijn nieuwe planner gaan jullie echt wel weer zien in de Hobby Fishing groep. Ik zal daar ook weer regelmatig over posten. En binnenkort ga ik weer een keer live. En dan gaan we de pockets live maken. Want dat is ook echt heel erg leuk om te doen. En dan gaan we bijvoorbeeld, even kijken. Zoiets bijvoorbeeld. Dat gaan we dan maar eens live maken. Dus ik wens jullie allemaal nog een fijne avond. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doeg!